Nijmegen werd dus zwaar getroffen tijdens het bombardement. Maar ook Wijchen werd niet gespaard. Ook daar vielen slachtoffers. 15 mensen om precies te zijn. Ook voor hen was er vandaag een herdenking. Op de begraafplaats in het dorp. Waar tevens een monument voor deze mensen te vinden is. Nou, wij zijn erachter gekomen dat er geen eigenaren meer zijn van dit monument. Van dit graf eigenlijk. En wij hebben het plan opgevat om voor dit graf te gaan zorgen. En van de Veteranenstichting uit doen wij dat nou allemaal voor zorgen. Netjes bijhouden, verse bloemen erop leggen. En omdat 22 februari eraan zat te komen, hebben we het idee opgevat om zelf een ceremonie te organiseren. Nou, waarvan je dus nu de uitwerking ziet. Nou, het is heel waardig gedaan door de Veteranenstichting van Wijchen. Waar we ze ook dankbaar voor zijn dat ze dit willen doen voor ons als gemeente. En nou ja, het blijkt wel, wat ik net ook zeg, het blijkt wel hoeveel mensen hierop afkomen. Dat het toch ook nog leeft en dat we dat ook een waarde moeten houden. Ik vond het bijna aangrijpend. Hoe na zoveel jaren familieleden, een kind, een dochter, een kleinkind, nog anderen aanwezig zijn en dat je gewoon de pijn nog voelt. Vond ik echt heel, heel bizar bijna. Dat die mensen zo geroerd nog zijn. Nou, ik vond het heel respectvol naar de mensen die het lot hebben getroffen. Vooral dus de toespraak van de heer van Gerald. Dat is dus een van de veteranen die in het bestuur daar zit. Het is inmiddels dus 80 jaar geleden dat het bombardement plaatsvond. Ondanks dat vinden de mensen het belangrijk dat deze gebeurtenissen herdacht worden, zodat men het nooit zal vergeten. Nou kijk, het is heel belangrijk dat hier herdacht wordt. Natuurlijk gaat het om Nijmegen, want daar heeft het ook plaatsgevonden. Maar dat doet niet af aan de 18 slachtoffers van Wijchen. En het is wel een kleinere groep mensen wie herdacht wordt, maar niet minder belangrijk. Nou ja, het is altijd goed om te herdenken. En zeker zo'n zwarte dag in de Wijchense geschiedenis. Hè. Dit is voor Wijchen de meest impactvolle dag geweest eigenlijk rondom die hele Tweede Wereldoorlog. En het is ook mooi om dit met toch wel veel mensen die daar aandacht aan willen geven samen te doen. Dat het zich nooit kan herhalen. Dat we daar heel bewust van zijn. Dat je niet zomaar vrijheid hebt. Daar moet je echt heel bewust van zijn en ook aan blijven werken. Dat je in vrijheid kunt leven.